We hebben vanavond Abdelkader Ben Ali en zijn vrouw Saïda. Ze komen met z'n tweeën en de hele avond staat in teken van de Marokkaanse keuken. Oh, hallo. Goedenavond. Leuk dat u er bent. Hartstikke leuk. Couscous is... Ik ben er weer. Je bent er weer. Maar ja. waar heb ik kassa? Oh, hier is het. Ja, hier ons kookboek. Ah. En Kasa Ben Ali. En u vraagt zich natuurlijk meteen af, hoe kwam een schrijver van romans op het idee om een kookboek te maken? Nou, het was niet mijn idee. Het was het idee van onze uitgever, inmiddels onze uitgever. Een paar jaar geleden heb ik een presentatie gehad van een roman, Bad Boy. Toen heb jij dit hapjes gemaakt. Ja. En de uitgever, onze uitgever Peter Nijssen, vond het zo ontzettend fijn, die hapjes van Saïda, dat hij toen heeft voorgesteld dat we een kookboek zouden maken. Ik vond het heel leuk. Leuke avond, leuk publiek. En we hebben live gekookt en verhalen verteld over die mooie Marokkaanse keuken. En er werd lekker gesmikkeld en geluisterd, dus ik ben heel erg gelukkig. Ik vond de verbazing in de gezicht het leukst. Ja. Want we komen natuurlijk binnen met onze verhalen. En je moet maar kijken wat er gebeurt. En dan als je mensen ziet verbaasd ziet raken, of nieuwsgierig ziet worden, of grote ogen ziet krijgen. Of zo'n jochie helemaal meegaan in het verhaal en aan je lippen hangt. Ja, dat is heel erg leuk. En herkenning van mensen is ook wel leuk. Dat mensen iets herkennen wat je benoemt of bespreekt. Dat vind ik ook altijd heel leuk. Ik treed nu al 20 jaar op in bibliotheken en ik ontmoet mijn lezers. Dit is de plek waar de lezers komen en waar de mensen komen die op zoek zijn naar inhoud. Inhoud, nieuwe kennis, die nieuwsgierig zijn. En daar is hier echt ruimte voor. In de bibliotheek kan dat. Er is gewoon, je bent een uur, anderhalf, twee uur, heb je de tijd en de ruimte om met elkaar de verdieping in te gaan. Dat kan in de rest van de samenleving eigenlijk niet meer. En ik ben ook heel blij dat iedereen heel enthousiast was achteraf. Ja. Het is toch altijd spannend. We hebben uiteindelijk toch wel een eetbaar gerecht gemaakt, wat niet de bedoeling was in het begin. Maar ik ben heel blij dat dat gelukt is. Dat is gewoon heel fijn. Dat is zen. Hè? Je hebt een bepaalde bewustzijnsvernauwing nodig om het nirwana te bereiken van de couscous. Wat je hier leert is hoe je couscous maakt vanavond. We gebruiken couscous normaal als gewoon snel in de pan. En zij leren hoe je dat op een langere manier moet doen en op een betere manier. En dat kun je prima thuis gebruiken. Dat is echt, je leert het één keer en dan vergeet je het nooit meer. Ja, het is echt een hele leuke avond. Nee, echt, het is heel, het is even net alsof je in Marokko bent. Het is heel gezellig, een hele rustige sfeer, heel gemoedelijk. En je krijgt lekker eten mee. Het is hartstikke leuk. Het doet me een beetje terugdenken aan Marokko, laat ik het zo stellen. Ik ben daar een keer geweest en het is precies zoals je het daar op tafel krijgt. Niemand weet goed waar het woord couscous vandaan komt. Het is een Amazigh woord, een Berber woord. Het is iets wat de Marokkanen al heel lang doen, couscous maken. En couscous verwijst niet zozeer naar dit, maar het verwijst naar dit, naar stomen. Eigenlijk alles wat je stoomt is kskes. Wat ik heel mooi vond om te lezen was dat achter de Marokkaanse recepten vaak een heel verhaal zit. Waar ik dan vandaan kom in Noord-Marokko, met de bruiloften, dan zeiden de jongens tegen elkaar: ja, vanavond is de bruiloft bij Huppel de Pup, we gaan kskes eten. Kskes, afgeleide van couscous. En dan zei ik: kskes, couscous, vanwaar die opwinding? Kwam ik er later achter dat ze niet couscous gingen eten, maar gestoomd vlees. Lezers zoeken steeds meer verdieping, die willen meer verrijking. En wij proberen daarop aan te sluiten door auteurs uit te nodigen over kookboeken. Want kookboeken is een heel populair genre. En veel geleend. Dus ja, laten we daar eens een keer wat mee doen. Dus proberen iedere keer ook een beetje actualiteit te volgen. Ik weet nog dat ik in 1997, toen ik net gedebuteerd was, kwam ik naar de Oranje Singel, O42, voor een lezing hier. En ik vond het echt heel bijzonder.
Dat had toch ook iets te maken met iets heel Nijmeegs. De geïnteresseerdheid, de interesse voor wat van buiten komt. De nieuwsgierigheid in nieuwe dingen, nieuwe manieren van kijken naar de wereld. Dat kan hier. Ik had verwacht dat ze wat zouden gaan vertellen over mijn boek. Misschien dat ze een klein gerechtje of zoiets zouden gaan vertellen. Maar ze combineren allebei. Ze vertellen iets over hun boek, ze vertellen ook iets over het eten en ze beelden het ook uit. Ja, ik zou het zeker aanraden. Het is hartstikke leuk, je wordt er ook bij betrokken. Je leert er wat van. Het is een hartstikke leuke avond.